Hey wat jongens en meisjes en welkom bij de gloednieuwe vlog. Mijn naam is Justin en vandaag heb ik een nieuwe camera gekocht. Dit is niet belangrijk, dat is mijn nieuwe scheerapparaat. Is niet belangrijk. Maar hier in deze grote doos zit maar liefst mijn nieuwe bad boy. De camera waarmee ik nu aan het filmen ben is stuk. Ik heb die jammer genoeg laten vallen een paar keer. En daardoor is mijn lens kapot. Die komt niet te goed niet meer uit mijn scherm of uit mijn camera. En die gaat er ook moeilijker uit. In bedoel ik. In en uit tegelijk. Jullie begrijpen het wel. Mijn schermpje is kapot van mijn camera, van die waarmee ik nu aan het filmen ben. Bij deze heb ik een nieuwe camera gekocht en die ga ik zo meteen unboxen voor jullie. Ik zit hier nu in mijn kamer. Het is ook inmiddels van de dag. Ik heb alles eigenlijk al uitgepakt van mijn nieuwe camera. Dus een unboxing gaat het eigenlijk jammer genoeg niet meer zijn. Maar ik ga jullie nog wel laten zien wat ik eigenlijk überhaupt allemaal heb gekocht. Ik heb dus bij deze mijn nieuwe camera gekocht. De Canon 2000D. Hij ziet er zo uit. Je kunt dus zo inzoomen. Maar dat ga ik niet doen aangezien dat er een beschermglaasje aan mijn lens hangt. Je kunt dus zo inzoomen om te laten draaien. Dus ik ga dat ook gewoon zo mee filmen. Plus nog met een statief eronder aan. Een handstatief. Ik heb er ook nog een nieuwe lens bij gekocht. Een grote nieuwe lens. Dat is ongeveer zo groot als mijn hand. Dus groot. Met deze lens kun je hetzelfde inzoomen ook zo aandraaien. En deze lens kan niet normaal ver inzoomen. Ik zal jullie heel even laten zien hoe dat ik hiermee ga filmen. De eerste wat je gaat doen is dit. Haal je eraf. Dan zie je hoe mooi lens het is. En dan doe je hem hier. Hier doe je mij op. Dan loop je oren een klik. Dan kun je zo inzoomen en zo uitzoomen. Check even de kwaliteit van die shit, jongen. Wow, yo. Dat is toch niet normaal. Als je wil filmen, klik je hierop. Ja, toch. Wat een ding. Wat een ding. De echte beelden van deze camera en van deze lens gaan jullie pas in de volgende video zien. Deze lensbeelden zie je pas in Oostende volgende week. Dacht ik, volgende week? Ja, volgende week. Ik ben hier echt super voorzichtig mee. Deze spullen zijn kapot duur. En dit is de duurste aankoop van mijn hele leven die ik ooit heb gekocht. Voor mijn video's op YouTube. Dus bij deze ga ik echt super voorzichtig zijn. Hiermee mee zijn. Ik kon het me niet meer op mijn woorden. Aangezien ik zo hyped ben dat ik deze gekocht heb. Deze camera waar ik mee aan het filmen ben, gaat mijn reservecamera worden voor de video's waarvan ik weet van mijn camera gaat hier kapot van kunnen gaan. Omdat ik dan te zot ga doen, dan gebruik ik deze camera waar ik mee aan het filmen ben. En bij de gewone vlogs gebruik ik deze camera en deze lens. Dus bij deze ben ik fucking happy. Wat ik dus allemaal gekocht had, was dus de camera, de lens, de oplader eigenlijk van de accu. En dan komen we hier bij de cameratas. Van binnen is die mooi rood, knolpauwen rood, sorry. En van buiten is die ja, gewoon zwart. Daar kunnen we hier de lens in steken, denk ik. Of daar de lens, of hier de camera. Het maakt volgens mij niet zoveel uit. Ik ben nogmaals super happy met mijn nieuwe camera. Ik ga die echt volle bak gebruiken. Is nog wel een klein beetje wennen. Aangezien dat deze camera automatisch scherp stelt. En bij deze camera moet je dat allemaal zelf doen. Door op dit knopje te drukken. Dat moet je doen voordat je begint met filmen. Deze camera kan het op dit moment kan het zijn dat deze camera dus niet te goed opneemt. Dus voor stel dat dat nu zo is, mijn excuses.
Ja, echt waar. Daarom dat ik dus ook een nieuwe camera heb gekocht. Omdat deze camera echt gewoon op het moment dingen doet dat je niet moet doen. Dus stel dat mijn camera niet aan het scherp stellen is, moet ik stoppen met filmen en moet ik hierop klikken. Dat moet ik altijd doen voordat ik begin met filmen. Ik kan hier natuurlijk ook prachtige foto's mee schieten. Allee, schieten, maken, schieten, of hoe dat je het ook moet noemen. Dit was niet bedoeld als een vlog. Dit was meer bedoeld voor een video waarin ik mijn nieuwe camera, spullen en wooncamera laat zien aan jullie. Dus dit was totaal niet bedoeld als een vlog. Dit was meer bedoeld gewoon om te laten zien waarmee ik vanaf nu ga mee filmen. En in Oostende gaat er dus veel meer leukere video's aankomen dan vorig jaar, want vorig jaar kon ik niet zo snel inzoomen of niet zo goed inzoomen met deze camera. En hij gaat met de camera die ik nu gekocht heb wel. En met de lens, die grote lens zeker. Dus bij deze wil ik deze video afsluiten. Nogmaals, was niet bedoeld als vlog. Was bedoeld gewoon als video waarin ik mijn nieuwe camera liet zien. Dus bij deze, nogmaals, ga ik deze video afsluiten. Afsluiten. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Dus dit is de perfecte timing om deze video af te sluiten. Ik hoop dat jullie deze video hebben genoten. Ik hoop dat jullie gaan genieten van de video's die ik voor jullie ga maken met mijn nieuwe camera plus lens. En like deze video. Sorry dat ik al lange tijd niet heb geüpload van vlogs of gewone just in mag video's. Kom daar natuurlijk wel meer aan, aangezien het vervolg. Waarom koop ik eigenlijk een nieuwe camera? Hiervoor. Mijn scherm is kapot. Als ik dit doe, ja, dat kun je natuurlijk niet zien, hè. Moet ik even laten tonen. Ja, joh.